Ja, goedenavond. Hier weer het nieuws met Marcel Gauthier. Nou, maar het is zo'n positivo nieuws vandaag. Nieuws Today, Turkije, mensenrechten opgeschort. Turkije heeft onder de noodtoestand het Europese mensenrechtenverdrag buiten werking gesteld. Eerder gebeurde dat ook in Frankrijk met de aanslagen in Parijs en in Oekraïne. Nu de opstand in het pro-Russische oosten van het land. Het is een nieuwe stap in de strijd tegen tegenstanders van de regering. President Erdogan krijgt nu vergaande bevoegdheden. Landen kunnen het verdrag opschorten in geval van oorlog of de noodtoestand. Turkije heeft alle bijna 10.000 mensen gearresteerd. Vicepresident Kurkulmus verzekert dat zijn land fundamentele vrijheden blijft respecteren. Ja, er zijn er meningen over verdeeld, maar het is natuurlijk wel logisch dat dit een gevolg is op een gevolg. Turkije, de mensenrechten opgeschort. Dus het nieuws van Marcel positief al en nieuws vandaag.